Het zijn eigenlijk 1, 2, 3, 4 mosterdzaden, verschillende soorten. Ja. En daar bestaat eigenlijk het recept voor uit. Ja, 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 iedere fabrikant heeft zijn eigen smaak. Ja. Dat is het geheim natuurlijk. Het keukengeheim. Wie heeft dat recept uitgevonden? Het is een recept van mijn grootvader. En dat is toch al 85 jaar geleden. En wij maken nog altijd mosterd op juist dezelfde manier. De mosterdzaadjes gaan in een mengelton met een mengelaar. Samen met zout, azijn en water. En zet toe. Dat is het. Straffen job, hè? Mijn vader vertelde altijd dat in die tijd de mensen graag hun mosterd heel fijn hadden. Fijn gemalen. Fijn gemalen. Dus, ja. Dus echt dat er geen korrels of niet. Niet zoals die mosterd met graantjes die graan in. Mosterd, dan, zo, nee. Nee, dan niet. En doordat dan je nu met drie stenen maalt, kon hij veel fijner malen en ook veel sneller. Dus dat was eigenlijk een modegril. Toen was het echt een modegril. Hoe is de modegril nu? Wat de mode is momenteel terug een beetje naar de fijne kant aan het gaan, maar het heeft een tijd zo'n beetje graantjes mosterd. Maar dat is alleen maar voor het oog, want qua smaak blijft het identiek. Hola. Ik kan niet gooien, hè. Hoeveel maak je zo op een dag? 1200 per uur kunnen we doen zo. Dat is veel meer per uur? Per uur, als we goed doorwerken. Dan moet jij wel zien dat je een beetje kunt volgen. Hè? Ja, maar ik ben bezig. Ja, dat is zo. Dat is wel lekker, hè? Mm. We kunnen achteraf blijven. Worden dat ooit bij mosterd eten? Nee, maar nu... kilo's kan ik per dag toch niet op. Nee. Ja. Zeg, ik heb hier... Oh, mijn ogen, hè, joh. Ja. Dat is die azijn, hè? Ja, of wat is dat? Azijn in samenwerking met de mosterdzaadjes die een... Je hebt daar precies geen last van. Nee, tegen, want ik ben daar immuun aan geworden. Maar misschien omdat ik ook bovenin... Ja. Is, hè. Dat is nog voor mij. Die stenen. De stenen zijn nog altijd de eerste stenen en die slijten maar heel, heel langzaam af. Mijn grootvader had daar ook geen rekening mee gehouden. Hij dacht dat die ging rap verslijten. En daarmee heeft hij toen direct reservestenen gekocht. En die hebben wij nog altijd liggen. En in geval van ja. Dat kunnen wij... Dus eigenlijk gaat dat waarschijnlijk... Nee, die gaan toch nog lang mee? Ja, de eerstvolgende 100 jaar gaan we ze niet moeten vervangen. Dus die stenen die zijn voor hun opvolger? Ja, ja, als ik eentje vind. Als je een opvolger vindt? Als ik een opvolger vind. Ja, dat zou wel jammer zijn. Ja.